Wat is de link tussen een brand en een feestdag? Nou, het is natuurlijk toch ontzettend schrikken geweest voor ons. En ja, normaal gesproken zou je een feestdag hebben. En nu werd dat een beetje overschaduwd door de brand die er is geweest. En ja, het had erger kunnen aflopen. Dan hadden we vandaag hier niet gestaan met z'n allen. En dan hadden we helemaal geen feest gehad. Dus ik dacht, het is meteen een mooie combinatie nu om het feest eventjes te herinneren. Dat het zaterdag even er heel anders eruit zag. En toen was het zaterdagmiddag en daarom ben ik hier. Het was zaterdagmiddag en het ging mis. En er was een meneer en die kwam per ongeluk langs, of helemaal niet per ongeluk. Maar die zag het en die heeft de brandweer gebeld en ging zelf blussen. Ik heb een bosje bloemen voor hem, omdat ik het geweldig vind dat jullie je eindfeest hebben. Dat er natuurlijk schade is en dat we er enorm van balen. Maar dat de gemeente, maar ik weet ook zeker jullie leerlingen en ouders, heel trots zijn op dat soort alerte medeburgers. Meneer Van den Berg, ik heb bloemen voor u. Geweldig. Kunt u dit dan een heldendaad noemen? Nou, ik vind, ja, een held. Ik geloof niet dat die man daarvan gediend is dat ik dat zeg. Maar het is wel een zeer oplettende burger. En in mijn ogen is het een beetje een held. Want anders hadden nu deze kinderen van die kinderopvang, van Kids Palace en van Palet Zuid, geen eindfeest kunnen vieren. En dat is natuurlijk vreselijk. Nu is het beperkt gebleven tot één plek, vanuit het dak. Daar ben ik hem heel dankbaar voor. En de school en de kinderen en de docenten en Amstelveen natuurlijk ook. Ik denk dat het zo zou moeten zijn, dat de maatschappij zo in elkaar moet steken, dat als je het ziet, dat je actie onderneemt. Maar ik vind het zeker bewonderenswaardig. Ja. Nou, de politie heeft de zaak in onderzoek. Ja, en dan zal er natuurlijk schade verhaald worden. Maar eerst moet de dader even gevonden worden. Ze zijn druk aan het werk, kan ik u verzekeren.